Rijn Straathof. Minuut 7, 8 na de wedstrijd. Het zat er lang in. Het zat er echt lang in. Ja, we hebben vandaag alles gedaan eigenlijk wat we moesten doen in deze wedstrijden. Zorg dat we dichtbij blijven, drie kwarten lang. Ik denk dat we er zelfs nog twee punten voor staan, het begin van het vierde kwart. Ik denk de eerste twee, drie minuten blijven we nog inhangen en dan valt hij net de andere kant op. Dan gaan we misschien wat gehaast spelen door misschien wat vermoeide benen, maar ja, zij pakken net even wat aanvallende rebounds waar ze punten uitmaken. Ja, aan de andere kant schieten ja, die ballen rollen er of net af of we gooien zelf de bal weg. Maar goed, het is, we hebben hier goed gespeeld. Je kan maar opgeven hoofd de Martini-plaats weer verlaten. Ah, absoluut. Ik denk dat meer dan we vandaag gedaan hebben, dat zat er dan ook niet in. Uiteindelijk is het denk ik, want er zijn drie belangrijke spelers over drie verschillende posities met vier aanvallende, met vier persoonlijke fouten. Die spelen met de rem er dan op in het laatste kwart. Dat is lastig. En je zegt, we pakken eigenlijk te veel de defensieve rebound. Dat maar is voor vanavond althans het verschil tussen deze twee ploegen. Nou ja, absoluut. Ik denk in het begin van de wedstrijd liepen we tegen wat fouten op, waardoor een aantal jongens snel naar de kant moesten. Waardoor ze ook niet in hun ritme komen. En dat merk je eigenlijk de hele wedstrijd door. Mike Schachner, lastige wedstrijd. Duan Wright, ook een lastige eerste helft. Daarna Kevin Thompson, vier minuten vijf fouten, ja. En dan wordt het gewoon heel zwaar voor die andere jongens. Zeker in wedstrijden als dit. Zeker George Duinker, die toch de hele tijd tegen Koenis en tegen Beckering aan moet boksen. Ja, en dan is het niet raar dat je in de laatste vijf minuten, dat het wat minder gaat. Hij deed goed, want Beckering kwam niet aan spelen toe. En Koenis ook met moeite. Die kwam overigens ook nog tot drie fouten. Even een vooruitblikje na komende donderdag. Ja, zeg het maar. Ja, ik hoop volle 5 mei al. Laten we daarmee beginnen. En nou, weet je, we spelen de hele serie spelen we goed. En ik denk dat we dat gaan doorzetten. Deze nederlaag heeft ons zeker niet gebroken. Misschien eigenlijk alleen maar sterker gemaakt. En we spelen op onze eigen vloer. En dat belooft een leuke wedstrijd te gaan worden. Je hebt echt die zesde man, zoals ze dat noemen, hè? Het publiek nodig. Afgelopen zaterdag heel veel sfeer. En op de belangrijkste momenten geeft dat dan net de doorslag. Ja, nou ja, zelfs eigenlijk ook vandaag. Je merkt die jonge mensen die mee zijn gekomen vanuit Leiden. Die hoor je gewoon in nagenoeg volle Martini Plaza. Het Leidenpubliek is eigenlijk altijd fantastisch. Daar kan je altijd op bouwen. En dat geeft gewoon heel veel energie. Zeker in thuiswedstrijden. Hè? Dan kunnen spelers extra vleugels krijgen. Maar ook nu vandaag weer hier in Groningen merk je dat spelers daar toch door opleven. Het is gewoon nog 2-1, hè? Het is gewoon 2-1 en we gaan naar onze eigen vloer. En dan moeten we het afmaken. En we gaan het zien. Het wordt waarschijnlijk weer een spannende, zware wedstrijd. En we gaan er gewoon weer voor knokken. Dankjewel, Roel. Geen probleem. Je hoorde Roel Straathof, assistentcoach van Zorg en Zekerheid Leiden. We gaan er gewoon een goede wedstrijd van maken, zei hij. En we gaan het zien. Dat is aanstaande donderdag het geval. Daarmee sluiten we hier de rapportage af. In de Martini Plaza met 74-66 nog steeds op de borden. Veel plezier daar nog met de uitzending. Dag Willem.